Een serie over de emancipatie van de vrouw in bed. Omdat we in 2022 nog steeds een orgasmekloof hebben, dat is toch eigenlijk te bizar voor woorden. Hoe een orgasme voelt. Ja. Denk je dat de porno die je kijkt invloed heeft op ons seksleven? Je moet je lichaam de kans geven om eerst voldoende opgewonden te raken. Nou, dit is een clitoris. Dat voorspel is eigenlijk het hoofdgerecht en de penetratie is dessert. En wat is seks? Is het een gezond gedrag voor deze leeftijd dat hij in die onderbroek wil kijken? Als ik dit zou treffen, zou minstens een gesprek komen. Ik ben echt wel heel onzeker geweest. Ik dacht, nou, mijn lippen zijn te lang. Ik heb zelfs ook nagedacht over, moet ik niet zo'n operatie doen? Ja. Ik kom niet klaar voor penetratie. Nou ja, dan EP. Au! Op de seks. Ja, want het is wel heel belangrijk en lekker in zo allemaal.